bij het weekoverzicht van RTV Lasser en Hallo Lasser met deze week Rommelmarkt IJsclub, Boerenmarkt met muziek en Slag om Lasser van start. Rommelmarkt IJsclub. Het Raadhuisplein was afgelopen zaterdagochtend dé plek waar de IJsclub Lasser zijn rommelmarkt hield. Het hele plein was ingenomen door koopjes waarmee het winkelend publiek de IJsclub kon steunen. RTV Lasser nam ook een kijkje en maakte de volgende beelden. Ik neem aan dat ik weer uit het zeven pas langs erin, maar dat is niet. Ik zal hem kijken, ik zal hem proberen. Boerenmarkt met muziek. Lekker eten en drinken, mooie kunstwerken en lekkere muziek waren de hoofdingrediënten van de Boerenmarkt editie september 2022. Het was dan ook gezellig druk met zowel winkelend publiek als ook de deelnemers van de Slag om Lasser. Ook RTV Lasser was erbij en filmde het geheel. Nou, we zijn hier bij Excelsior Lonneker en gelijk de eerste vraag. Hoe komt u hier in Lasser? Ja, hoe komen wij hier in Lasser? Nou, mij werd een half jaar geleden al gevraagd van, goh, lijkt het niet een keer leuk om op de Boerenmarkt in Lasser te spelen? En een van onze leden, Bart Brinkhuis, die had contact hier gelegd met de organisatie van de Boerenmarkt. En toen zeiden wij, hartstikke leuk, dat gaan we een keer doen. En zo met onze jeugd van Excelsior uit Lonneker. En we hebben een aantal liedjes ingestudeerd en dit leek ons wel leuk om dat hier te laten horen. Ja, ik zie heel veel jonge gezichten. Is het puur voor de jeugd of voor meerdere leeftijden? Nou, dit is het jeugdorkest, of de samenspelgroep noemen wij dat. Maar Excelsior Lonneker is al een vereniging. En dan moet ik even navragen, hoe lang bestaan we al, Doreen? Wat, Excelsior? Ja? Meer dan 100 jaar in ieder geval. Dus, en al meer dan 100 jaar, 104 jaar is er al muziek in Lonneker.
Hans Nederland. 3 kilometer onder het loopje. Ik heb maar 10 minuten. Ik heb het snel gedaan. Ik heb deze kleur. Dat toch wel. Ja, ik heb hier meer informatie. En dan moet je straks... Je begint straks een team met... Oh, wat fijn. Ja. Met een supersportlaan. Nou, kom ja, door. Ja, ik wil graag weten hoe oud de jurk is. Ja, nou, dan zul je toch iets anders moeten raden eerst. En wat moet ik raden? Nou, jouw leeftijd. In het Pommeriaans. Ja. Ja, in het Pommeriaans. Pommeriaans? Pompoeneriaans. Ja, ik denk dat hij wel 200 jaar oud. Nee, dat versta ik niet. Ik moet toch echt een Pompoeneriaans hebben? In de handleiding staat de tekst. In het boek staat de tekst. En met je collega's... ja, ja, zo makkelijk is het niet. Er staat namelijk de tekst. En als je hem in totaal hebt, dan moet je ook kijken. Ja. Leuk hè, 7,5 hè, en geen 5 of 10. Heerlijk! Wat denk je? Had ik me dat weer? Je moet hem door patat opbeuren hè? Ja. Maar ja, dat is geschild en al dus. Ja. Het gaat alleen maar om lang leven de lol hoor. Zo doet? Een emmer is 10 liter hè? En 10 liter water is 10 kilo. Dat breng ik jullie nu aan twijfel. Ja, je moet iemand denken aan het zorgige gewicht van de aardappel. Ja. We luisteren gewoon naar niemand. Ja. Er zit nou lucht in en 30 gram. Linda, staat al 0? Ja, 0. Zet hem maar op. Oeh. Nou, helemaal niks. Ja, hij was er wel op. Ja. Slag om Lossen van start. Wat een waar spektakel was het afgelopen zaterdag in Lossen. De eerste slag om Lossen barstte namelijk in volle hevigheid los. Met een mooie openingsspeech van Jan Riesewijk en maar liefst 22 teams die tegen elkaar streden met als inzet de eerste prijs van €2000, was de eerste slag meteen een daalder waard. De teams konden op verschillende plekken in de gemeente Lossen diverse opdrachten en uitdagingen aangaan. Uiteindelijk zal op zaterdagavond tijdens de feestavond in Openluchttheater de winnaar door burgemeester Sia Kroon bekend worden gemaakt. De feestavond is in principe voor iedereen toegankelijker. Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren hebben vrije toegang en worden voor hun moeite beloond met enkele consumpties. Maar ook supporters, belangstellenden of vrienden die een gezellige feestavond willen beleven zijn van harte welkom. Aan hen wordt echter een bijdrage van €5 gevraagd, die men bij de ingang van het Openluchttheater kan voldoen. RTV Lossen was afgelopen zaterdag aanwezig en zal ook de uitslag vastleggen. Deze reportage volgt nog en zal te zien zijn op de websites van Hallo Lossen en RTV Lossen. Nu volgt alvast de start met de speech en de teams in volle actie. Beste Leuf, allemaal heel erg hartelijk welkom. Kijk, de hele boer mag het ook met die. Welkom allemaal, dames en heren. Jongens en meisjes, op deze bijzondere dag, de eerste, allereerste slag om Lossen, een prachtige dorpsquiz georganiseerd door het team van Hallo Lossen. Een dorpsquiz die hier in de omgeving eigenlijk al best wel voldaan wordt, in de Lut, bijvoorbeeld in Boren en Numero, maar nu ook in Lossen. Het is een plan dat al langer op de plank ligt, maar om de welbekende reden, die weet ik ja, maar wie zal dat niet meer nemen, hebben met de vertraging gekregen, maar nu gaat het dan ook echt gebeuren. Ik heb de eer dat ik dit met mij openen en voor het presentatief bekend mij maken op het Stadsvak mij gem. Volgende week, wanneer het te echt toe doet, dat is in het Openluchttheater. En dan zal onze burgemeester Fluxia komen weer, die zal de prijs uitreiken. En dat is natuurlijk geweldig dat zij weer in ons midden is en dan ook nog met zo'n mooi evenement mag beginnen. Ik denk, en dat zult ze zelf nooit doen, dat nu al wel vast een compliment mij geven en een groot dankwoord aan de organisatie. Maar ik kan u wel vertellen, ze bent er om me nog druk met West. 2 uur lang organiseren en het is natuurlijk voor de eerste keer best spannend. Geeft het allemaal goed en er zullen best wel dingen weer mee zijn. En de volgende keer moet dat toch iets anders. Maar het is prijzenswaardig wat jullie dames en heren hebben gedaan. En ik kan het jou mooi zingen als boetenzone. Dus een groot applaus voor de organisatie. Maar de slag van Lossen.
heel erg veel plezier. Zorg dat je boek kreeg en heel erg veel succes. Slag van Lassen 2022. Nou, we staan hier bij de Dinkel Survivor Runners en welk team zijn jullie? Wij zijn de Rabo team, Rabo Power zijn wij. Ja. En met hoeveel zijn jullie in totaal? Ja, goeie. Man of 10. Man of 10 ongeveer. Ja. Oké, en wat verwachten jullie eigenlijk allemaal? Van dit? Nou, dit wordt echt wel afzien denk ik, want dit ben ik niet gewend. Het ziet er spectaculair uit en ik denk dat ik de credits naar de heer doe. Nou, nu toe hebben we heel veel lol. Wij zitten bij het openluchttheater en de vragen zijn mooi. Dus met enige hulplijn van ons marktteam Lossen kunnen wij die vragen goed beantwoorden. Dus het gaat helemaal prima. Ja, naar de zin. Het is gezellig om mee te doen met z'n allen. Dus hartstikke leuk. Tot nu toe. Ja, tot nu toe. Maar wij vinden dit echt wel spannend hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus... Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Nou, en nou dit nog. Ja. Ja. Nou, ik zag dat jullie twee gingen. Hoe ging het? Hoe beviel het? Ik heb geen lucht meer. Het was zwaar hoor. Het ging wel goed. Ging heel ja, goed. Ging goed. Wij zijn allebei fietsers, dus er lopen en die kracht erbij. Dat is best wel lastig. Maar heel leuk gedaan en was net te doen hè, voor ons. Dus helemaal prima. Gewoon heel goed en ik ben hem eeuwig dankbaar. En weten jullie misschien ook jullie tijd? Of? Oh nee, weet ik echt niet. Nee, hebben we niet gekeken. Maar nee. Ons onderdeel komt nog in het fietsen, dus we hebben hier een beetje de joker in gezet. Maar vooral genoten en met alle support hier van iedereen. Dus heel mooi gedaan. Hoeft ook niet de snelste te zijn, hè? Het is gewoon lekker gezellig meedoen. Dat is leuk, toch? Bedankt voor het interview. Succes nog. Bedankt, hartstikke leuk. Dank je. Doei. Dat doe je goed. Ja, zie je goed? Ja, hoe is die hoogte? Is dat goed? Is te hoog. Is te hoog? Maar zijn we staan. Ja? Oké, top. Sandra zal jullie uitleggen wat je moet doen. Oké. Okay. Ja. De bedoeling is 5 minuten fietsen. Ja. En dan zo ver mogelijk. Ja, dus dat houdt in dat je zo meteen lekker een tempootje moet draaien. Ja. Binnen rond gaan we trappen. Dan druk je zo meteen de groene knop in. Dat is start. Ja. En dan ga je direct naar het plusje naar 5. Ja? Okay. Begin maar met fietsen. Doe maar. Start. En plussen. Ja, nog een keer start. Het is begonnen, hè, jongens. Kom, tempo, ga erop. Ja. Kom maar. Toma. Daar gaat hij. En nog, hou het tempo vast. Vast houden. Ja. Blijf adem aan. Heel goed. Vast. Vast houden. Ja, dat doe ik zo. Kom zo, hè. Geen één sprint. Ja. Mag hij ook wat zwaarder? Nee, hij mag niet zwaarder. Nee. Ah, dat is niet aardig. Nee. Nee, je moet echt je tempo proberen te houden en lekker blijven fietsen. Ja, het wordt zo wel anders, jongen, na 2,5 minuten. Ja, dat weet ik. Dat wordt wel anders. Hey, dit Arnold? Dat is heel mooi. Ja, 130 is mooi sneller. Dit was het weekoverzicht van Ettenveel Losser en Hallo Losser. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.